Ik ben hier nu omdat ik schuldig ben aan een dode. Admetus was ten dode opgeschreven, maar hij kon blijven leven als hij iemand anders in zijn plaats, de Hades, in zou gaan. Nu gaat zijn vrouw in plaats van hem, omdat niemand anders wou. Hoe erg is dit? Daar zie ik de dood wel komen. Hij komt haar halen om mee te nemen naar de Hades. Yo Apollo, wat doe jij nou hier? Ben je eens mensen aan het pesten hier beneden op aarde? Want je hebt je boog ook gewoon weer meegenomen. Tim en jij, ik kom hier om een goede reden. En ik neem mijn boog mee, omdat hij op onfortuinlijke wijze vastzit aan mijn hand. En dood, move jij eens gauw eens even weg hier? Want je hebt hier niks te zoeken. Hé hey, ouwe, ga toch fietsen. En neem die vrouw hier mee naar de Hades, omdat zij nu in plaats van haar man gaat. Nee, zoek toch een ander. Zij is nog zo jong. Laat haar nog leven. Ze zal veel lekkerder zijn als ze wat ouder is. Maar Apollootje toch, wat flik je me nu? Ik heb zeer zeker honger nu. En die moet echt gestild worden. Ik ga nu naar binnen om haar te halen. Mazzel. Ach jongen, ga jij toch lekker naar binnen. Met jou valt niet te praten. Maar bedenk, het is slecht wat je doet. En het slechte zal nooit goed aflopen. Voor me gaat. Maar wie moet er dan in plaats van mij doodgaan? Ik mag niet zomaar een misdadiger nemen, maar het moet een dierbare zijn. Mijn pa misschien. Hé hey pa, hoe is jouw knakker? Mijn jongen, het is goed. Wat kom je doen? Alweer geld lenen? Geld lenen, wat een grap. Nee hoor, ik vraag alleen maar of je voor mij wil sterven. Wat hoop je dat ik zou antwoorden, man? Ik ben toch zeker niet gek? Vraag je vrouw maar. Die gebruikt toch alleen maar geld om lelijke kleren voor te kopen. Die wil vast wel dood. Bedankt voor het advies, ouwe. Hey, vrouw. Hey, vrouw. Hey, hoer. Ben je doof of zo? Wat is er? Ja, sorry. Ik was even helemaal in trance. Dat is helemaal de mode tegenwoordig. Lieve schat, ik hou heel veel van je. Wil je van mij doodgaan? Maar natuurlijk, lieverd. Ik voel mijn ogen al zwaar worden. Ah, ah. Ai, ai, ai. Leed, leed. Helaas, helaas. Echt zuur, ouwe. Wie moet er nou voor onze kinderen zorgen? Straks zijn ze wees. Nee, ga niet dood. Ai, ai, leed, leed. Helaas, helaas. De kinderen, oh nee, de kinderen. Oh, mijn god. Hoe gaat dit nog ooit goed komen? Blijf leven, Alcestis. Ai, ai. Nee, ik ben nu echt dood. De Hades is dichtbij. Laat me mijn vleugels slaan. Ai, ai, ai. Leed, leed. Helaas, helaas. Oh, je bent dood. Jammer dan. Yo, vreemdelingen, is dat Metaus thuis? Yep, die is er. Maar wat moet je hier eigenlijk? Nou, ik moet even een vuurspan van Diomedes halen voor RS thuis. Dus ik heb nog een dagje doorstappen met mijn paardje vanaf hier. Dus ik dacht, ik pak hier een beetje en blijf lekker slapen. Maar ken je Diomedes dan? Nee, eigenlijk heb ik hem nog nooit gezien, man. En dus jij denkt dat je zomaar even die paarden kan temmen, het bit in hun bek kan doen? Die beesten zijn gevaarlijk, man. Ah, nee, man. Relax, even. Van wie zijn die paarden dan? Ja, de zonen van Ares natuurlijk. Nou, dat is like die zonen van Ares, hoe dat ook mogen zijn, gewoon even in elkaar. Hé, hey, Admetus, kerel. Hé, hey, Heracles, ouwe. Veel vreugde toegewenst. Ja, man. Vanzelfde. Ja, was het maar zo. Dude, je hoofd is kaal, man. Is er iemand dood of zo? Wee, je kinderen, je vader. Het is een vrouw waar ik om rouw. Toch niet je eigen vrouw die Alcestis of zo? Nou, daar kan ik niet veel over zeggen. Ze is en ze is niet meer. Admetus, jongen. Kom nou, je praat onzin. Wie is er nou dood? Is het een vreemdeling of een familielid? Het is een vreemdeling, maar ze was onmisbaar in huis. Ach, arme jongen nou. Ik wou dat ik je zonder verdriet aan trof. Ik ga wel naar een ander huis. Nee man, dat zou een schande zijn voor mij, ouwe. Maar ik wil je niet tot laat zijn in een periode van rouw. Ah man, dood is dood. Kom binnen, joh.
Nee, dat kan ik niet. Het zou een droevig man worden. Laat me toch gaan. No way, ouwe. Je blijft een mooi hier. Hey, yo, slaaf. Breng hem naar het gastverblijf. En ga eten voor hem maken. Wat sta je soms zagrijnig te doen, man? Wat is er gebeurd? Is je fiets gejat of zo? Je iPod? Je haalt je hele sfeer in naar beneden. Je wordt zelfs een beetje depressief van je. Zeg maar naar wat je op je lever hebt. Of draai je om met je gezicht naar de muur, zodat ik dat lange gezicht van je niet meer hoef te zien. Want immer, iedereen gaat toch een keer dood. En je meesters leven toch nog. No, ik ga hier weg, jongen. Ik heb genoeg gegeten. Later, ouwe. Wat? Heb je nog niet gehoord, man? Je loopt achter je op. Moeder de vrouw is heen gegaan. En toch is mijn meester u al te gastvrij geweest. En ieder ander had u de deur gewezen. Zeg dat wel. Dat is mij nog eens een nieuwtje. Zoiets heb ik niet meer gehoord. Dat is voor half van het Hephaistos en zijn overspelige godinnetje. En waarachtig toch onthaalt hij mij. Ik moet nu maar eens wat terug doen voor hem. Vertel mij, waar brengt hij haar te graaf? Volg je neus, recht zo die gaat. Niet te ver, want dan bord je tegen een steen op. Ah, dank u zeer en de vast voor dit nieuws. Ik ga de man weer eens. Later. En wie moet de ellende en de rotzooi van anderen weer opruimen? Altijd ik weer. Heracles, kun je even dit en kun je even dat. Het is ook altijd weer hetzelfde. En als er nou leuke klusjes waren geweest. Nee hoor, die krijgt Hermes altijd. Ik mag de rot klusjes doen. Ik ben ook niet gek, hè? Ik denk dat ik maar eens een paar weekjes vakantie moet nemen. Maar, dat moet ik weer bij de baas aanvragen. En Zeus zal me dat nooit meer geven. Misschien moet ik net doen of ik in een midlife crisis zit. Dat zal die me toch wel laten gaan. Ah, kutzooi, mijn vrouw is dood. Misschien maak ik mezelf ook maar eens vakant. Admetus, volgens mij zit je diep in de shit. Ik ga het doen wat nog nooit iemand heeft gedaan. Een kleine stap voor de mens. Een grote stap voor de mensheid. Ik ga mensen leven maken. Halleluja. Spreek geen ondoenlijke woorden. Iedereen weet dat er naar de Hades vertrokkenen nimmer wederkeert. Toch, bemoedigd door jouw woorden, zal ik proberen mij over mijn verdriet heen te zetten. O je taaimakker. De tijd is nu voor mij gekomen om te vertrekken. Voor mij staat nog een wedstrijdje te wachten. De wedstrijd waar ik laatst over sprak heeft mij een zeer goede prijs opgeleverd. Het is geen paard, het is geen taart, het is een vrouw. Ik schenk deze vrouw aan jou, opdat zij jouw verdriet doet vergeten. Hoewel mijn hart pijnigt de afspraak met mijn vrouw, de ongelukkige te verbreken, zal ik toch deze vrouw aannemen. Maar, zij die je mij geschonken hebt, is mijn eigen vrouw. Krijg nou een kunstgebit. Noor doet, dit is geen kunstgebit, dit is een vrouw, man. Maar Heracles, voordat je verder gaat op zoek naar je vies van je, hoe heb je dat nou gedaan? Ik heb hem opgewacht bij het graf waar het meisje mij op had gewezen. En toen die dood eraan kwam, heb ik het stuk over zijn hoofd getrokken en dan heb ik hem in het graf gegooid. En toen heb ik al steeds van haar brommer afgehaald en haar meegenomen in het beleid. Ja, toen ging het eigenlijk alleen. Het is een beetje jammer dat hij niet meer kan praten. Maar ja, goed, volgende keer beter, hè. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Bingo!